de draad met zijn volk Israël weer oppakt. En nu met de kerk. Ik zal u een outline geven, een soort overview, en dan moet u er zelf maar misschien iets meer zelf thuis over lezen. Maar als u het boek Openbaring 2 en 3 leest, Openbaring de hoofdstukken 2 en 3, dan vindt u daar de boodschap, de brieven die Johannes schrijft aan 7 kerken. En nou spreekt Johannes inderdaad tot de 7 lokale kerken. En tot elke lokale kerk heeft hij een bijzondere boodschap. En elke brief die daar geschreven wordt, heeft ook een boodschap voor ons persoonlijk. Maar deze 7 brieven, die vormen ook een soort overzicht over de hele tijd van de gemeente. De gemeenteperiode, die begint met Efeze en die eindigt met Laodicea. En deze 7 gemeenten die laten zien wat er in de gemeente, in de kerk gebeurd is en gaat gebeuren. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Als je kijkt naar de brief van Efeze, dan weten we uit Handelingen 19 dat toen Paulus daar kwam, is de gemeente begonnen met een aantal discipelen van Johannes de Doper, die zich door Paulus lieten dopen. Want die hadden nog niet die doop gekend van Jezus. Weet je hoeveel dat het er waren? 12. Met hoeveel apostelen is onze gemeente begonnen? Met 12. En in dat stukje van Efeze lees je dat Paulus daar in Efeze begon te preken. En dat binnen 2 jaar tijd iedereen in Klein-Azië het evangelie hoorde. Het was een bruisende gemeente, Efeze. Nou, de gemeente van Efeze is een beeld van het begin van de gemeente. Daar is de gemeente begonnen, in Efeze. Daarna weten we dat er tot de 3e eeuw van Christus een enorme vervolging over de christenen geweest is. Christenen werden in amfitheaters gejaagd. Christenen werden theaters gebracht. Christenen die werden vervolgd, gedood en als fakkels in de tuin van Nero aangestoken. Er was een enorme vervolging onder de christenen, zodat christenen zich verscholen in spelonken, catacomben en in het geheim samenkwamen. Christenen hebben heel wat gevochten met wilde dieren. Dat was die tweede periode van de gemeente. Eerst die bruisende begin en toen die enorme vervolging. En daar gaat Smyrna over. Smyrna gaat over de vervolgde gemeente. Er staat ook in Openbaring 2, jullie worden verdrukt. Jullie hebben een tijd van vervolging. En dat is inderdaad die eerste 3 eeuwen in de gemeente van Jezus Christus gebeurd. Smyrna, de naam Smyrna, heeft ook iets te maken met mirre. En mirre ontstaat uit de wonden van een boom. Pijn, vervolging. En daar gaat Smyrna over. Dan krijg je de 3e gemeente, Pergamum. En in Pergamum heb je ineens een verandering in de gemeente. Daar zie je ineens dat de gemeente zich vermengt. En wat gebeurde er in de 4e eeuw na Christus, in 320 zo ongeveer? Toen kwam notabene de Romeinse keizer Constantijn de Grote tot geloof. En die christenen die vervolgd werden, werden toen ereburgers van het Rijk. En de verkondigers van het evangelie werden de kerkvorsten. En de catacomben waar ze samenkwamen werden omgebouwd tot grote basilieken. Grote kerken. En eens werd de kerk niet meer vervolgd, maar een staatskerk. Een groot, machtig instituut. En wat gebeurde er toen? U begrijpt het wel. De echtheid van het evangelie ebte weg. Er waren theologen, zoals Augustinus, die zei in die tijd, de kerk is het volk van Israël. En wij zijn Gods koninkrijk op aarde. En zij stichten op dat moment Gods koninkrijk op aarde via Constantijn de Grote.
Nou, dat is die derde periode van de kerk. Toen kwam de vierde periode. Want we kunnen heel eenvoudig de hele kerkgeschiedenis onderverdelen in 7 hele belangrijke tijden. Die vierde periode begon, en dat is de gemeente Thyatira, daar gaat het over Izebel. En daar gaat het over dat de gemeente verontreinigd wordt. Want dat begint met het pausdom. Waarin de paus het voor het zeggen krijgt in de kerk. En dat er allerlei theorieën, zij leert en zij onderwijst en allerlei theorieën. En dat zij, dat heeft ook te maken met die hemelkoningin, waar ik het net over had. En dat de kerk verontreinigd wordt. En ook in die hemelkoningin zie je een stukje godsdienstige hoererij. En dan zie je de donkere middeleeuwen van het pausdom beginnen. In de 6e eeuw na Christus. Dat is die vierde periode van de kerk. En toen kwam de 5e periode van de kerk. En die begon met Luther. Met Calvijn. Met Zwingli. Met van die reformatoren. Want dan heb je het over Sardes, dan wordt er gesproken over een kerk die de naam heeft dat hij leeft, maar in wezen zijn ze dood. En dan wordt wakker. Versterk het overige en dan zijn er enkele mensen die daar wakker worden en wakker geschud worden. En dan begint de reformatie, de periode van de reformatie, naast Pergamum. Want die andere kerk is er natuurlijk ook nog steeds. Dat is die volgende periode van de kerk. En dan krijg je ineens te maken met een hele lieflijke brief. Waar geen enkele waarschuwing is, geen enkele negativiteit. De gemeente van Philadelphia. En wat is kenmerkend van die gemeente van Philadelphia? Ze zijn klein. Maar ze hebben het woord bewaard. En ze hebben, als het ware, vanuit hun kleinheid heel veel invloed. Grote kracht. Wat gebeurt er? Begin 1900 zijn er over de wereldwijd grote opwekkingen geweest. En ook eind 1800 al. Grote opwekkingen. Weet je, zoveel opwekkingen dat er duizenden zendelingen uitgezonden werden. William Carey, Hudson Taylor, John Stott, Spurgeon, Moody, Campbell Morgan. Er zijn zoveel grote opwekkingspredikers geweest rond de 1900. Er kwam een hele nieuwe opwekking onder de christenen. En dat is de periode waarin de baptistenkerken ontstaan zijn. De vergaderingen van gelovigen, de vrije evangelische gemeenten, de klassieke pinkstergemeenten, die zijn allemaal in die tijd ontstaan. En weet je wat hen allemaal samenbond? In de eerste plaats het gezag van het woord van God. In de tweede plaats een drang om het evangelie wereldwijd te verkondigen. Openluchtsamenkomsten werden gehouden. Billy Graham werd uitgenodigd in Rotterdam, in het Feyenoordstadion, in het Olympisch Stadion. Duizenden mensen kwamen tot geloof. Een grote opwekking. En wat ze nog meer bij elkaar hielden is, ze verwachten allemaal spoedig de komst van Jezus. En dat zie je in Philadelphia. Dat is de gemeente die we gehad hebben. En ik hoop dat u daar nog een beetje bij hoort. Dat u ook nog verwachtingsvol bent. Want toen is ook het zoeklicht bijvoorbeeld begonnen. Dat is die 6e periode van de kerk. En nu komen we bij die laatste periode van de kerk. Laodicea. Laodicea, dat is een woord dat bestaat uit 2 woorden. Samenvoeging van 2 woorden. Lao heeft te maken met Laos. En het woordje Laos betekent volk. Het woordje Dicea heeft te maken met kiezen. Laodicea betekent letterlijk het volk kiest. De keuze van het volk. Een soort democratie. Democratie in de kerk.
het volk kiest. Wij willen zelf weten waar we naar willen luisteren. Wij willen zelf weten welke sprekers we uitnodigen, zoals Paulus in 2 Timotheus zegt. En een gemeente die zegt, ik ben rijk, ik heb me verrijkt, ik heb er niets gebrekt, maar ze wisten niet dat ze de armen, de naakten en de blinden waren. Weet je, we hebben vandaag heel veel te maken met kerken waarvan je denkt, oh wat is het groot en wat is het mooi en wat is het prachtig, wat een glamour. En... maar weet je, het kan zomaar zijn dat Jezus, wat hier staat in vers 20 van Openbaring 3, dat Jezus aan de deur staat. Ik zeg wel eens, als de Heer Jezus op zaterdagavond zijn gemeente tot zich neemt, dan hebben we het over de opname van de gemeente, dan geef ik op een briefje dat zondagmorgen hier in Alkmaar nog heel wat klokken luiden. En heel wat kerkdiensten gehouden worden. Zonder Jezus. Er worden heel wat kerkdiensten gehouden waar Jezus buiten staat. Waar hij niet meer eigenlijk bij is. Hij kan zich daar niet meer mee vereenzelvigen. Weet je, Laodicea ligt langs een rivier. En die rivier die ontspringt bij Hierapolis. En dat zijn warmwaterbronnen. Als je in Turkije op vakantie bent en je bent lekker bruin geworden en je gaat in die warmwaterbronnen lekker baden, dan ben je weer zo wit als maar was. Dan zijn al je pigmenten weer helemaal weg. Of als je sieraden hebt die vies zijn, dan worden ze weer heel mooi schoon. Dat zijn die warmwaterbronnen daar. En weet je, daar ontspringt een rivier. En een eentje verderop, daar ligt Laodicea. En weet je wat er dan het geval is? Het water bij die bron is warm. Maar het water bij Laodicea is lauw. De Heer zegt, je bent lauw. Hoe verder je bij de bron vandaan raakt, hoe lauwer je wordt. En dat is de kerk die ik noem de kerk waar de antichrist een verbond mee zal sluiten. Want de antichrist zal een verbond sluiten met het volk van Israël, het aardse volk van Israël en met de kerk. En dan heeft hij twee hele belangrijke medestanders. En dan wordt hij heel geloofwaardig in deze wereld. En ik denk dat wij nu al te maken hebben met heel veel pseudo-christendom. Er wordt meer gesproken in de kerk over religiositeit of over spiritualiteit dan gewoon over de Heer Jezus. Dan het geloof in de Heer Jezus. En hier zien we dus duidelijk dat we hebben Efeze gehad, we hebben Smyrna gehad, we hebben Pergamum gehad, we hebben Thyatira gehad, we hebben Sardes gehad, we hebben Philadelphia. En Laodicea is heel dichtbij. Nou, we hebben gezien de lijn van de wereldpolitiek. Elk moment kan die steen komen en een einde maken aan de wereldheerschappij. We hebben gezien de lijn van Israël. We hebben gezien de vijgenboom loopt uit en ook de bomen daaromheen. En de Joden komen weer terug naar hun eigen land. We hebben gezien waar de kerk begon. En de kerk eindigt, zeer herkenbaar voor de tijd waarin we vandaag leven. Vandaar dat ik tot de conclusie kom dat de komst van Jezus heel dichtbij is.